De afgelopen maanden waren The Voice en Ajax natuurlijk vol in het nieuws. En dat ging helemaal niet over zangkunsten of voetbal. Maar het ging over seksueel overschrijdend gedrag. We hebben allemaal met verbazing naar dat nieuws zitten kijken, want dat zou toch helemaal niet moeten kunnen. Maar het gebeurt eigenlijk heel vaak. En sterker nog, heel veel van dit soort zedenzaken komen gewoon op de plank te liggen. En vandaag gaan we het bij Debunked hebben over stellingen waar nog wel wat op af te dingen valt. Moeten vrouwen niet wat weerbaarder worden? Nou, zullen we die omdraaien? Zullen we mannen beter leren wat grenzen zijn? We hebben in de maatschappij vaak een eenzijdige focus op vrouwen en kinderen. En ja, het is natuurlijk zo dat die twee groepen dit vaak overkomt. Maar het blijkt ook uit onderzoek dat als je mannen en jongens hier veel meer bij betrekt, dat dat beter is om seksueel geweld te voorkomen. Seksueel geweld komt toch niet zoveel voor? Ik ken niemand die het heeft meegemaakt. Er zijn jaarlijks 100.000 slachtoffers van verkrachting, aanranding en seksueel geweld. 1 op de 8 vrouwen is ooit seksueel misbruikt en 1 op de 25 mannen is dat ook. Veel mensen die dit meemaken, vertellen dit nooit. Niet aan hun partner, niet aan vrienden, niet aan familie, niet aan de politie en niet aan hulpverleningsinstanties. Als ze het wel vertellen, doen ze daar vaak jaren over. Dus het is ook niet zo gek dat jij misschien niemand weet bij wie dit is overkomen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die mensen wel degelijk bij jou in de buurt zijn. Komt het niet door de MeToo-hype dat vrouwen en meisjes nu massaal hun hand opsteken dat ze seksueel misbruikt zijn? Om seksueel geweld uit te bannen moet er natuurlijk nog heel veel gebeuren. Maar een heel belangrijk ding is dat we het taboe doorbreken. Dat iedereen beseft dat ongelooflijk veel mensen in Nederland hiermee te maken hebben of hebben gehad. Dus voel je absoluut niet schuldig als het al 15 jaar geleden is gebeurd en je nu pas klaar bent om daar iets mee te doen. Het is nooit te laat om hulp te zoeken. Maar er zijn toch veel plekken waar je terecht kan als slachtoffer van seksueel geweld? Ja, maar dat is nou juist ook het probleem. Want als je gaat googlen, dan kom je op allerlei websites terecht. Sommige mensen willen eigenlijk zo snel mogelijk naar de politie, maar er zijn ook mensen die willen eigenlijk een psycholoog spreken, of een dokter, of een onderzoek doen. Ik vind het belangrijk dat er één duidelijke plek is waar mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt zich kunnen melden. Zie het als een eerste hulp bij seksueel geweld. Een plek waar je naartoe kan gaan als je gisteren iets is overkomen, maar ook als dat 10 jaar geleden is. En waar de beste professionals kunnen kijken wat en wie jij daarbij nodig hebt. Ik hoop natuurlijk dat ik vanuit de politiek hier ook een positieve verandering in teweeg kan brengen. En daar ga ik me de komende jaren hard voor inzetten. Dit was het weer, deze aflevering van Debunked. Heb je zelf te maken gehad met seksueel geweld? Kijk dan op de website van het Centrum voor Seksueel Geweld. www.centrumseksueelgeweld.nl. En hun contactgegevens vind je ook hieronder.